Dit is het waterpark dat we momenteel aan het bouwen zijn. De tuin begint al aardig vol te raken, maar we zijn nog lang niet klaar. We hebben al 5 glijbanen staan. Deze 3 glijbanen naast elkaar. De pelikaan glijbaan en de halfpipe glijbaan. En vandaag is de dag dat we het park helemaal gaan afmaken. De vorige aflevering hebben we een begin gemaakt aan deze reusachtige ramp glijbaan. En 3 keer raden wat we nu gaan doen. Grapje, we gaan werken aan de glijbaan. Vandaag is de dag dat we de meest dodelijke glijbaan van ons park gaan afmaken. Wederom, weer niks berekend. We moeten maar gewoon gaan beginnen. De bedoeling van deze glijbaan is dat we met een steile helling naar beneden gaan en met een ramp het zwembad invliegen. Shit, het zwembad is wel echt in kritieke toestand. Laten we dat wel eventjes fixen. Nieuw paaltje zit eronder, maar de kans blijft groot dat het zwembad deze video nog een keer gaat collapsen. We gaan snel aan de slag met het laatste stukje van de constructie van de ramp. En dan hebben we hier het achterste deel van de glijbaan die uiteindelijk hier ongeveer komt. En vanaf dit punt gaan we dus vliegen in het zwembad. Deze dikke balk verlengt de baan. Dat is normaal, man. En op deze balk kunnen we dus alles gaan versteunen. Dat klopt ook niet. En op deze balk kunnen we dadelijk al de... Op deze balk kunnen we gewoon dadelijk de... ondersteunbalken zet. Ja, jullie snappen het wel. De twee balken zijn gekoppeld zoals jullie zien. En nu kunnen we echt met de plank de bocht gaan bepalen. Beetje zakken. Dit is volgens mij echt vliegmateriaal. En we pakken meteen door met de andere kant. Serieus, ik denk dat dit perfect is. Echt perfect. Echt. Perfecto! Hoe we de baan nu gaan ondersteunen is met deze balken. Die leggen we onder de baan. Vind je deze video tot nu toe nog echt een meesterlijk? Alles netjes uitleggen. Ik ben ook een meester! Jesper! Voor de extra stevigheid gaan we dubbele planken gebruiken. Maar de vraag is, gaat hij deze bocht halen, ja of nee? We gaan de bocht even testen door middel van een pennybord. We moeten even weten wat ongeveer de vlucht gaat worden. Wat dit pennybord gaat doen, dat kan ook met ons gebeuren. En vanaf nu kunnen we hier helemaal naar boven werken. Let's f***ing go. De plaatjes moeten even afgezaagd worden, want anders past de plaat er net niet tussen. Hallo, ik heb skillers aan, dus dat kan maar één ding betekenen. De TTT, de tussentijdse test. Met skillers. Of dit verantwoord is, dat vraag ik me af. Ja, dit is ook al niet echt verantwoord. Even een disclaimer, doe dit thuis niet na. Denk je dat jullie zelf thuis ook geen glijbaan hebben die er zo uitziet, maar even goed. Durf je dit wel? Dat weet ik ook niet. Ik vind het echt serieus eng. Ik ga er gewoon geen woorden aan vuil maken. 3, 2, 1. Wow. Oh. Dat ging bijna fout. Alles kraakte. Ik dacht, je vloog bijna voorover, achterover. Ik weet niet. Ik sta momenteel met skiers in het zwembad. We gaan snel de volgende plaat installeren. En de volgende ook meteen. Zoals jullie zien is de hele glijbaan bedekt met platen. En wat ik ook meteen heb gedaan, dat zijn deze randjes. Ja, zo gaat het in één keer snel. De glijbaan begint zijn vorm te krijgen. Ik zit even te denken welke kleur de glijbaan moet krijgen, maar... kan er maar één zijn. En weet je... de sproeier! Shit, Kim! Kleur van de glijbaan wordt geel. En volgens mijn berekeningen heb ik... 1, 2, 3, 5, 10... 15 meter nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 meter, om precies te zijn. Dan snijden we hem hier mooi af. En nu moet ik op een of andere magische manier dat ding boven zien te krijgen. Uiteindelijk ging het zelf echt nog heel gemakkelijk naar beneden. Zonder enkel probleem. En nu moeten we hem nog even strak leggen en vastmaken. En dan is het tijd voor natuurlijk... Hier hebben we vlag nummer 1. En hier hebben we vlag nummer 2. Het heeft even geduurd, maar de gele glijbaan is de dodelijkste glijbaan in ons hele park. De vlucht van Jan gaat uiteindelijk bepalen of wij er ook vanaf gaan. De tijd is aangebroken, ik ga Jan in de boot leggen. Ondertussen breekt hij weer een arm af. Jan, hebben we er zin in? 3, 2, 1. Woehoe!
Laat even weten in de comments. Moeten we hier afgaan? Of is het beter dat we hier niet vanaf gaan? Nu zullen jullie vast denken, de tuin staat wel vol genoeg. Nee, nog niet. We gaan namelijk nog een special slide maken. Een mystery slide. En wat voor in dat is, dat blijft nog even geheim. Maar ik kan jullie wel zeggen, dit wordt gewoon een leuk. Dit wordt echt een hele leuk. We gaan maar snel aan de slag. Schroeven. Omhoog takelen. En zo doen we dat bij de volgende ook weer. 4 uur verder en we hebben het platform uit de grond gepompt. Kijk eens aan. We dachten, dit hebben jullie al 5 keer gezien, dus we zetten maar gewoon meteen helemaal op. En deze glijbaan gaat uiteindelijk helemaal daarachter naar het zwembad waar Jeppie staat. Laten we ook even niet vergeten wat voor prachtig uitzicht we hier hebben. Een slaveld. We hadden 2500 schroeven besteld. En we kwamen er net achter, er zijn er nog maar 500 over. Dus we hebben al zeker 2000 schroeven gebruikt. Willen jullie meer feitjes weten? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Wat ik hier in mijn handen heb, is een kruis. En aan de andere kant gaan we er nog een neerzetten. In de midden komt dan een balk te liggen. Dan hebben we een mooie steunbalk waar de baan op komt te liggen. En dat is meteen het einde van de baan. We zetten zo dus het begin van de constructie in elkaar. De volgende balken die we nodig hebben. We moeten dus lange balken maken vanaf hier helemaal naar boven. En die zullen we maar eens even gaan neerleggen. Deze twee balken moeten aan elkaar gekoppeld worden. En dat doen we door een plank erop te leggen. En zo maken we een extra lange balk en maken we de constructie voor de slide af. We hebben de baan helemaal op de grond liggen. Maar nu het moeilijke gedeelte. Hij moet daarop komen te liggen en daar. En dat is nogal vrij lastig. Gesponsord? Dit is gesponsord door niemand minder dan... Erik! De baan is gewoon... Wat Rick dus probeerde te zeggen is dat de baan veel te lang is en dat het echt zwaar wordt om daar op te tillen en daarboven. Trouwens, de eerste die letter voor letter zijn naam in de comments kan spellen, krijgt van mij een cadeautje. Ja, dit gaat gruwelijk fout. Heel goed, jij hebt een ouder op. Oh ja, ik kan het even verplaatsen. Die laatste die vloog bijna. Ik kan de hitte niet meer aan. Het is te warm om te werken. Maar toch gaan we door met de tweede slide van deze mystery glijbaan. Hey! Ja! Wat is er aan de hand? Goedemorgen, jongen. Goedemorgen! Jongens, ik liep hier vanmorgen weer door de deur en ik zag weer dit en toen dacht ik al, ref. Wat zijn we in godsnaam aan het doen? Soms komt de postbezorger hier een pakketje brengen of iemand anders. En die ziet in één keer dit in de achtertuin staan en die raken dan helemaal in de war. Het is nog vroeg. Misschien andersom. Ja, dat werkt. We hebben balken nodig van 2,68 meter. Deze kunnen we nu dus op deze manier onder gaan maken, zodat meteen alle houten banen ondersteund zijn. En zo hebben we al heel snel het frame staan. Ik moet natuurlijk wel even checken of die ook echt stevig is. Oké, ik denk dat het prima is en dat we verder kunnen naar de volgende stap. En wat zou dat toch weer zijn? Even zoepen. Heb ik hier een erb in mijn hand? Jesper is al 2 uur naar de kapper. Denk maar niet dat ik dan door ga werken. Hij is back. Hi. Ben je naar de kapper geweest? Dat zou goed zijn. 360. Oh, yep. Deze platen gaan we dus op de balken leggen. En we sluiten het af met een balkje hier op het einde. Goedemorgen. Goedemorgen, konnichiwa. De laatste plaat! Je hebt een hele zwembad licht vol zaagsel, dit is echt niet chill. De platen liggen allemaal op de baan en nu kan ik er simpelweg ook gewoon helemaal overheen lopen. Oh, dit was echt misschien wel de leukste glijbaan van het park. 2 glijbanen naast elkaar, wat betekent dat je een wedstrijdje kunt doen. En hoe gaan we uiteindelijk meten wie de winnaar is? Hier voorin gaan we een bel neerhangen. Degene die dan als eerste beneden is. Het hout is op, dus dat betekent dat we weer even een slokje drinken. Hey, we moeten naar de bouwmarkt. Hey, dat is in de weg. Dat weet ik ook niet. Hé? Oh. Hoi. Hallo. Ja, dat doet hij vaker.
We zijn er. We hebben de juiste balken gevonden. Alleen nog even het petje uitzoeken. Dit is hem niet. Dit is beter. En als we nou zo doen... Dan was het beeld zwart. Het is tijd om de balken erop te maken. En nee, nee, staat nee. Een pa... Yep! De randjes zijn allemaal toegevoegd, dus het is tijd voor het zeil. We gaan beginnen met blauw. Strak leggen. En dat doen we ook met de gele. En toen konden we het weer strak gaan leggen. Zoals jullie op de achtergrond zien, zit het zeil er nu ook op. En jullie denken nu, is de glijbaan nu klaar? Ho, 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 ho. Ik weet niet of we het al gezegd hebben. Maar de glijbaan heet snel naar de bel. Want we gaan racen wie er het snelst bij de bel is. Snel naar de bel. Jesper heeft hier net een constructie in elkaar gebeund. Voor al uw cursussen, voor de bouw. Hier een DM, 1000 euro maar liefst. Kopje. Hoeveel mensen zitten er al op de cursus? Al echt veel. 200 volgens mij. Hier zit dan de bel. Geweldig. Kijk, als je even kapt met dat kutgeluid. Ik zie mensen al afvragen van Rick, hebben jullie geen watersysteem nodig om alles, alle glijbanen van water te voorzien? Geloof het of niet, maar ook dat kunnen wij. We zijn even aan het kijken bij de koppelingen wat we nodig hadden. Ja, dit is toch wel leuk. We moeten echt goed nadenken. We hebben serieus 40 minuten in de winkel gestaan. Als het goed is, hebben we dit nodig. Is het toch weer 131 euro. Godverdomme! Laatste kans, ga je mee of niet? Loser. Goedendag! Omroep Glowmovies? Tuin als zwaars mee, ja, het weer is niet geweldig. 18 graden, klein beetje regenachtig. Prachtige week als vorige week met 30 graden. Dus we gaan gewoon volle overtuiging vandaag weer lekker klussen. Ja. Dit was Rick met Omroep Glowmovies. De bedoeling is dus dat er overal een tunningslang komt te liggen, zodat we alles apart kunnen aansluiten. Jongens, het regende ook vandaag. Het is echt een dramatisch. Het is vandaag een beetje een teleurstellende dag. Grijze wolken, regen. Een kutdag met kutweer. Dit is een zadel. En hiermee kunnen we de slang dus vast gaan maken. We gaan beneden beginnen. En zo kunnen we de slang helemaal naar boven toe weer. En zo gaan we dat dus overal doen. En nu we hierboven zijn, moeten we verder koppelen aan de glijbanen. Dan koppelen we deze weer hier aan, zodat deze naar de glijbaan kan gaan. En hier kunnen we weer verder naar de andere. Kijk eens even hoe mooi dit gefixt is. Hier is alles gekoppeld, gaat hij weer door. Dan zit hier weer gekoppeld. En zo zijn alle drie de glijbanen van water voorzien. Je zou bijna denken dat ik een professional ben. Jesper is daarboven nog de laatste aan het fixen. En dan natuurlijk één vraag, gaat het wel allemaal werken? Alle banen zijn voorzien van een wateraansluiting. Maar er zit er nog maar één ding op. De kraan is aangesloten. En ik hoop dat er boven water uitkomt. De pomp gaat nu aan. Doet hij het? Ja! Oh, die doet het. Check, er komt water uit. Ik moet nog over de glijbaan naar beneden. Oh shit! Nee! 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 Snel naar de bel glijbaan is ook check. En dat betekent dat alle glijbanen nu voorzien zijn van water. En dat is echt heel chill. Want dan hoeven we niet de hele tijd de slang naar boven te huffen. Dat is echt een gezeik. En daarmee heeft elke glijbaan water en zijn de glijbanen af. En dus... is ons waterpark nu helemaal af. En weet je wat dat betekent? Dat we eindelijk de glijbanen kunnen testen. Maar dat gaan jullie zien in de volgende aflevering. Dan gaan we 100 uur in het park overleven. Toedelidoki! Joejoe!